Des vaches falantes sous l'eau. Ça ne ressemble à rien. Nou, waar ik nu naartoe rijd, is het middelpunt van het rode sector. Rechts van hier. Rechts. Links toe. Links nemen. Rechts van hier.
Maar als je af en toe een map in de gaten houdt, en je switcht die, dan is je groen, dan is je weer rood. Dat gaat voor mij ook om één mannetje, denk ik. Binnen. Nee, een raket. Op de plek waar we net stonden. Denk ik wel. Twee stuks. Niet diegene die met de raket schoot. Die jij Sherwing op 300 hebt staan, die zit op 100 zitten. Page up, page down. Voor je. Last fuck. Ja. Deeltje maken.
Als je even een stukje gaat rijden op deze snelweg, met het volgende rode vak, pak ik even mijn vitamintje. Moet je me de kaart even openen? En je rechterweg. Dus dat zijn, switchen we eventjes bij gunnen, ga ik weer rijden. Is dat dan? Ja, ik zie dat nou op een punt, ja. Stoppen ze de rest dan? Als ik op de kaart kijk, vind ik het geassocieerd noordwest het open veld op de duiken. Je gaat nou namelijk een berg op, dan moet je de berg naar beneden duiken, dan heb je misschien de kans op een raketinslag.
Ik zou maar even naar kunnen. Nee? Ik was even te starten. Lukt het? Oh, een momentje.
Quieres los cierto. Sabah fenerleri yakışır sayıyorum. Ja, we zetten het voertuig achter ons aan het rijden. Chauffeur.
Ci offro. Maar we moeten risico van, hè? Dus. Zie je groep infanterie pakken eerst als AT-soldaat uit. Zo. Nee. Russie, we hebben trouwens op je gunnen. Of ik nu laser aanzet. Nee, is niet. Of je mijn laser ziet. Op die kunnen. Met de letter T of de R moet je kunnen lokken. Ik het niet.
Ja. Dus ouderwets teruggezet. Die bullet scan die aan zit. Moet je even uitstappen en met je een snuiperschot geven. Rustig aan, rustig aan. Ja, leeft nog, denk ik hoor. Ja, dat heb ik nu bij jou ook, kruisje. Dat heb je zien wij ook eens. Kom in de. Even kijken of het nog uit zijn eigen beweegt.
Links van je eigenlijk? Of zit hij in het huisje nou? Ah ja, links van je. Of rechts, sorry. Helemaal rechts. Maar ook. Oké. Zullen we geen mensen allemaal uitgezet hebben, denk ik.